Het is 19 december 2009 en we gaan een ritje maken door de sneeuw. De sneeuw is nog niet gigantisch, maar dat maakt het rijden er een stuk veiliger op. Oh, het is wel glad. Hoi. De camera staat op een statief voor de bijrijders toe. Hier is gestrooid. En de stoel klemt hem aan de achterkant vast. En aan de voorkant staat hij tegen het dashboard. Dat werkt beter dan ik had verwacht. Maar een goed statief is wel aan te raden. Het is de meest ongelofelijke drempel dat zo'n balken hout op elkaar getimmerd. Of gelijmd of wat het is. Het is in ieder geval veel knapper dan ik dacht. Ik merk net ook op de onbesneeuwde stukken dat het een beetje ijzelig is. Dus we doen het rustig aan. Dennenboom, hoe dennenboom. Die hebben we hier eigenlijk niet staan. Loofbos. Daarbij dat hek is een golfbaan die overdag open staat en ik ben eigenlijk bijna opgereden. Dan is het niet zo duidelijk dat je er niet op mag. Het hek staat verboden toegang, maar ja, dat is dus open. Wat je hoort is zand en steentjes. Het is nog niet dat mooie stille geluid van rijden over sneeuw. Helaas. Wie weet komt het nog deze winter. Dan kan ik een interessanter filmpje maken. En dan overdag. Kijk. Dat valt wel, alleen het wordt allemaal weggewapperd en weggereden. Weet je wat is het? Zoals je hoort. Zeker wel. Zo. Maar goed, zondag is zware sneeuwval voorspeld. En dan hoop ik op een flinke bak van 1 cm of 20 cm. Of autorijden dan een optie is, weet ik niet. Zo ja, doen we dat. Zo nee. En dan filmen we wel een sneeuwballengevecht of zo. Dat komt wel goed. Dat is in de 3, hè. Het is dus wel degelijk glad. Ik zie af en toe op mijn grote vreugde nog een vlokje vallen. Dat beloof ik goed voor vanavond. We zijn nu op de markt van het dorpje Susteren. En vanaf hier gaan we een stukje rijden slash glijden. Want hier is het echt glad zoals je ziet. Langs de verschillende Susterse straatjes. Nou, nog één keertje. Dat was net zo leuk. Eén keertje. Dan wordt die handrem ook nog eens gebruikt. Behalve voor ja, parkeren gebruik ik mij ook niet. Voor hellingproeven. En zo. Wordt de prijscirkel wel ineens heel klein van zo'n auto als je dat doet. Bij mij mogen ze hier iets meer aan kerst doen. Het is een beetje grauw. Er hangen wel wat leuke twinkellichtjes. Maar het is een beetje weinig, vind ik. Niet dat ik iets geef om de kerst en de kerstgedachte en het geloof. Maar ik vind de lampjes zo leuk. Een beetje een hypocriete kerstschilder dus. Hier ziet het er wel glad uit. Twinkelingetjes op het wegdek. Die mag je volgens mij niet in. Wel, nee. Dus moet ik er eentje verder in. Dat is namelijk een kerk. Het is mooi verlicht meestal s'nachts en er wordt niet gestrooid. Zo, ik ga even de kijker misselijk maken. Ik neem hem gewoon twee keer. Natuurlijk wel keurig richting aangeven. Wat ligt er ook al achterin? Oh ja, een kratje met spul. Dat ligt nu aan de rechterzijkant. Zijn we al misselijk? Mooi, dan gaan we hierheen. Hoppatee. Maar ligt het kratje op zijn zij nu. Kijk of het kerkje zijn lampjes nog aan heeft. Ja. Gereformeerd kerkje als ik niet vergis. Knap oud, 16 nog wat. Hartstikke mooi met twee torens. Je ziet er niet zo heel veel van, geloof ik of wel. Ja, je ziet het wel. Kijk, dit is het kerkje. Met het mooie kerkplein ervoor.
glad is, maar niet zo glad als een marktplein. Het is jammer als het nog wat meer sneeuw is, dan heb je ook overal sneeuwpoppen langs de weg en zo. Ik vind dat leuk. Parkeerplaatsje met bandensporen, hoe zou dat nou er komen? Kijk eens jongens, het lijkt wel winter. Ondanks de sneeuw is deze straat helemaal niet zo glad als ik had gedacht. Wat? Breektest. No breaks. Ja. Leuk. Vleien. Kavingsbos is altijd het gladste wijkje van Zeusden als het veel sneeuw. Remtest. Geen remmen. Nog een afdeling. Even kijken hoe het er achter onze straat uitziet. Even kijken. Dat is ook jammer zeg. Mooie bodem. Nee, hier is het niet bijzonder. Ja, hier wel. Wacht. Dat maakt deze bocht ook wat korter. Hey. Well, that was fun.